Ik zit hoor in mijn trainingspak hier, ja ja. Hey, what's good? Het is je pan en Steve Vechten. En vandaag ben ik met... Oh yeah. What's good? Vandaag gaan we het weer hebben over... Wat vinden jongens leuk aan meisjes? Deel nummer 2. Ja, ja. Lekker enthousiast weer. Hey. Oké, eerst was de bedoeling om vandaag weer een game video online te gooien. Mijn allereerste. Alleen, ik heb hem per ongeluk verwijderd. Ben je niet getreurd? Binnenkort komt dan wel mijn allereerste game video online. Hey, trouwens, ben jij nieuw op mijn kanaal? Wat doe je dan? Zorg dan zeker voor dat je even abonneert. Dat kan hier beneden. En druk dan ook meteen op het belletje. Want dan ben je altijd up-to-date wanneer ik een video upload. En heb... Holy shit, waar komt die vandaan? Heb jij een van deze dingen of vind jij iets gewoon leuk aan jongens? Of denk je van, ah, oh, dit vind ik leuk als dit een jongen bij mij doet? Laat het even achter in de reacties. Zal echt super zijn. En dan gaan we nu verder naar de video. Oké, het allereerste wat ik super leuk vind aan meisjes is, ze moet sportief zijn. En dan denk je van, oh maar Steven, ik sport helemaal niet. Nou kijk, dat maakt niet uit. Stel je loopt gewoon rondje, je bent aan het hardlopen. Dat is al goed genoeg, maar ze moet wel iets doen. Ze moet wel sportief zijn. En het leukste vind ik als ze echt op een sport zit, zoals volleybal zo, weet je. Dat is gewoon leuk. Dan kan je gewoon, stel, ik vind je leuk. Dan kan je gewoon met je naar die sport toe, ga ik je aanmoedigen. En als iemand je slaat, goh. Pick up for your back, weet je. Oh my lord, oh my god, that girl she train to go. Any hour, any minute, she... Oké, nummer 2 wat jongens, meestal ik, heel leuk vind aan een meisje is als ze niet verlegen is. Sommige meisjes zijn echt heel verlegen en dan kan je niet eens gewoon met ze praten. Want je zegt tegen ze van, oh leuke dag vandaag hè. Ja, maar dat is het ook, weet je, ze stoppen bij de ja. Ze willen wel wat zeggen, maar ze durven niet. Kijk, ik heb soms ook gehad dat ik iemand leuk vond. En ik zeg het eerlijk, ik durfde dan niet te praten tegen haar. Ik vond het gewoon eng. Je moet wel wat ballen hebben om met een jongen te praten. Want stel, er gebeurt wat, dat vinden jongen meestal wel chill als je ook voor hem opkomt. Of je hebt ruzie dat je ook argumenten hebt. En niet altijd zegt van, ja is goed, je hebt gelijk. Oké, nummer 3. Deze is wel een van de allerbelangrijkste. Ze moet je hobby leuk vinden. Kijk, zoals ik is mijn hobby YouTube. En stel, mijn vriendin vindt YouTube fucked up. Ze vindt het niet leuk. Waarom ben je dan mijn vriendin? Snap je wat ik bedoel? Dus stel, jij vindt je vriendje doet, weet ik veel, rappen. Maar je vindt het gewoon helemaal niet leuk dat hij rapt. Ja, sorry hoor, maar dat is gewoon niet goed. Je moet hem gewoon steunen in degene wat hij leuk vindt. Dus ik vind YouTube leuk en jij bent mijn vriendin en je zegt van... Steven, ik vind het niet leuk, je moet stoppen. Ja, kom op, dan word je gewoon weggestuurd hoor. Want ik vind het nou eenmaal leuk. En ik kom er voor mijn rechten op dat ik het leuk vind. Ja... Volgende. Oké, nummer 4 is best wel makkelijk. Want ze moet gewoon zin hebben om leuke dingen te doen. Ik heb soms ook wel in een relatie gehad dat een meisje gewoon helemaal nergens zin in had. Maar ze moet gewoon zin hebben om van, hé, als ik zeg surfen, zwemmen. Weet je, dat ze gewoon mee gaat om zwemmen. Het hoeft niet elke keer. Nou klinkt het echt van, oké, als ik het zeg, dan moet je het doen. Oké, en we zijn bij nummer 5. En dit is alweer de allerlaatste. Ah, wat jammer. Maar niet getreurd, maar binnenkort komt er hoe weet je of een jongen je leuk vindt, nummer 2. Oké, dus de allerlaatste is een beetje raar. Ze moet boos op je worden. Want stel, je hebt een relatie en je hebt nooit ruzie. Of je hebt een keer ruzie, maar ze geeft je altijd gelijk. Ja, dat is echt niks aan, hoor. Dat is echt niet chill. Vond je deze video nou leuk? Zorg er zeker voor dat je even liked. Kunnen we op deze video minimaal de 2000 likes halen? Dat zou echt super zijn. Maar je trouwens, abonneer ook even, want we hebben bijna 65.000 abonnees. 65 panda's. Oké, ik had serieus nooit verwacht dat we zoveel abonnees konden bereiken. En we kunnen nog steeds meer, dus abonneer even hier beneden. Dat zou super zijn. Oh my lord, oh my god, that girl she trying to go. Any hour, any